Het eerste college van vandaag wordt gegeven door Marius Brands. In zijn 51-jarige bestaan heeft hij 21 jaar in het buitenland doorgebracht. En daarbij heel veel lessen geleerd die wij ook hier in Nederland kunnen gebruiken. Hij werkt op dit moment bij het Wereld Natuurfonds. En de afgelopen 4 jaar was hij de onafhankelijk voorzitter van het Droomfondsproject Haringvliet. En hij is nu een van de initiatiefnemers van NL Delta. En de komende 15 minuten staan in het teken van zijn inzichten. Dus dames en heren, mag ik een davend applaus voor Marius Brands. Dankjewel. Dames en heren, wie kan mij vertellen waar dit is? Herkenbaar beeld? Zien jullie wel vaker? Het mooie van dit plaatje is dat het inderdaad Nederland ziet, maar niet als postzegel zoals ik Nederland uit de bosatlas ken. Maar als verbonden met een enorm achterland. Als we hier kijken, hebben we hier de Alpen. Dit is de Middellandse Zee, dit de Alpen. En de Alpen zijn het brongebied van de Rijn. Die start hier en via Duitsland loopt hij ons landje binnen. Hier heb je de Maas, de Westerschelde. En je kan zeggen dat Nederland verbonden is met een groot gedeelte van West-Europa. Wij zijn eigenlijk de toegangspoort tot West-Europa, zou ik willen zeggen. En ik wil jullie, en mij dus ook, feliciteren met het feit dat we wonen op zo'n bijzondere plek. Die bijzondere plek, die staat onder druk. Natuur in deze delta, net zoals deltas, andere deltas wereldwijd, staat onder druk. En het mooie daarvan is dat we daar wat aan kunnen gaan doen. Iedereen in deze zaal, die heeft een link met het mooie maken van Nederland. Dus ik wil jullie daarmee feliciteren. We wonen niet alleen op een bijzondere plek, maar ons werk bestaat uit Nederland mooier maken, aantrekkelijker maken. Het hele project waar deze conferentie over gaat, gaat over het mooier maken, aantrekkelijker maken van Nederland. En daar worden we voor betaald. Wie kan dat nog zeggen? Volgens mij een mooi begin om mijn verhaal af te gaan steken. Mijn verhaal begint in het buitenland, als klein jongetje. Ik neem jullie mee in mijn ontwikkeling tot en met het Droomfondsproject Haringvliet en het mooie NL Delta, waar ik samen met heel veel anderen hard aan het werk ben om dat te realiseren. Gaat u even met me mee. Ik ben geboren in Iran. Ik ben wel Nederlands ouders, maar ik ben geboren in Iran. En op mijn 4e ging ik naar Tanzania, Oost-Afrika. En daar ging ik wonen in een klein dorpje Dodoma in het midden van Tanzania. En ik moet zeggen dat het super spannend was als je 's avonds dat dorpje inreed. Dan was je in de schemering op zoek naar wilde honden. Als je in bed lag, dan hoorde je het gerommel van de hyena's in je vuilnisbelt achter je huis. En als je verstoppertje ging spelen, dan sprong je achter een struik, maar voordat je dat deed, keek je of er een slang was. Of een schorpioen. Jullie kunnen je waarschijnlijk voorstellen dat toen ik 12 was en naar Nederland ging, naar de middelbare school, dat ik Nederland, de natuur in Nederland, super saai vond. Was niks groots. Ik moest echt op een andere manier gaan kijken. En toen ik dat deed, ontdekte ik vogels. En het mooie van vogels is dat je ze echt moet leren zien. Afgezien van het feit dat ze er zo mooi uitzien, hebben ze ook allemaal verhalen die ze met zich meedragen. En ik weet niet wie bij jullie weet van het roodborstje dat achter bij jullie in de tuin zit. En dat roodborstje dat daar nu zit, niet het roodborstje, hetzelfde roodborstje van de zomer is. Maar dat zomerroodborstje van jullie inmiddels vertrokken is naar het zuiden. En dat zijn plekje overgenomen is door een roodborstje uit het noorden. Ik ken een ander prachtig vogeltje, dat is de drieteenstrandloper. Wie kent hem? Nou, goed zo. Wonderlijk, hè, dat beestje. Dat is dan 20 centimeter groot, 60 gram. En dat beestje dat trippelt dan langs de vloedlijn in Nederland met een klein groepje en dat vliegt dan op als je daar langs loopt. Maar datzelfde beestje heeft net een afstand afgelegd van duizenden kilometers uit het Arctisch gebied om daar voor je voeten te landen. En vervolgens, als die volgevroten is, vliegt die weer naar Afrika. En die ontdekkingen, die verhalen, die gaan met beeld dat wij in Nederland wereldnatuur hebben. Ik ging studeren aan de TU Delft. Ik ben afgestudeerd als ingenieur.
En heb met als doel om meteen naar het buitenland te gaan. Ingenieur civiele techniek, ik heb grote waterprojecten wereldwijd mogen doen in Afrika en Azië. Wat mij opviel was dat het niet zozeer de formules waren die het verschil maakten, maar het goed luisteren. Je kan je voorstellen dat als je werkt binnen andere culturen, dat het feit dat dingen niet gebeuren heel vaak afhangt van hoe je met elkaar communiceert. Prachtig voorbeeld is Indonesië. Als ze in Indonesië ja zeggen op je voorstel, dan hoeft dat geen ja te zijn. Dan mag best nee zijn. Want als vragen stellen, wil ze graag je ten dienste zijn. Dus je moest leren horen wanneer ja ja was en wanneer ja nee was. Je moest dus niet alleen maar horen, je moest echt gaan luisteren. En ik kwam terug na 10 jaar buitenland in Nederland in 2000. En ik dacht, oké, mijn eerste werkdag. Nu ga ik weer al die ervaringen uit het buitenland, die leg ik naast me neer. Ik ga Nederlandse ervaring opdoen. En wat was bijzonder was het feit dat juist die ervaring van dat luisteren zo relevant is in Nederland. Want hier heb je misschien wel geen andere cultuur, maar het stikt van de culturen. Culturen tussen mensen, tussen overheden, bedrijven, afdelingen. En die moeten met elkaar communiceren, met elkaar praten, zoals jullie ook doen met zo'n groot project. En de vraag is, horen jullie elkaar wel? Luisteren jullie goed? Dat was mijn beeld. En met dat luisteren heb ik hele mooie projecten mogen doen in Nederland. Een aantal grote ruimte voor de rivierprojecten. En op een van die ruimte voor de rivierprojecten kwam ik het Wereld Natuurfonds tegen. En als je mij had gevraagd als 12-jarig jongetje in Afrika, wat is je droombaan? Dan had ik gezegd, petje op in een park met een logo van het Wereld Natuurfonds op. Nu zat ik in Nederland, ik kwam ze tegen. Ik heb bij ze gesolliciteerd en ik mocht bij ze aan de slag. Ik weet nog dat toen ik aan de slag ging met het Wereld Natuurfonds, dat ik dacht, wat zou mooi zijn als we als natuurorganisaties onze kracht en kunde bundelen om een van de grotere uitdagingen in dit deltaland, om die te gaan aanpakken. En in 2015 kreeg ik een kans. Want toen was er een aanvraag gedaan door de 6 natuurorganisaties in Nederland, het WNF, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming, Sportvisserij Nederland en ARK Natuurontwikkeling. Die hadden een aanvraag gedaan bij het zogenaamde Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij. En die aanvraag die heette het Droomfondsproject Haringvliet. En het idee was om het Haringvliet, waar in 2018 de sluizen op een kier zouden gaan, om dat in een positief daglicht te gaan stellen. Om het Haringvliet natuurlijker te maken en ook vooral om die mens daarbij te betrekken, zodat we draagvlak zouden creëren voor meer deltanatuur. Dat waren de aspecten van die aanvraag. En die aanvraag is gehonoreerd en we mochten aan de slag. En ik weet nog dat ik naar het Haringvliet reed. En dan moet je je voorstellen, hier zit je prachtig aan het water, maar ik rijd naar het Haringvliet, de monding van de Rijn en Maas, die bijzondere plek. En je kon nergens bij het water komen. Ik wist niet hoe ik bij het water kwam. Alles was weggestopt achter dijken. Er was een discussie, er was zorg over krimp in dat gebied en het vasthouden van de jeugd. Omdat er geen werk was voor de jeugd. En het leek wel alsof met het dichtgaan van die Haringvlietsluizen in 1971 het gebied zijn identiteit was kwijtgeraakt. Daarnaast speelde er ook een heel gedoe rondom die kier, hè, dat hebben jullie vast kunnen volgen. Dat het er wel of niet zou komen. Rutte 2 had hem van tafel geschoven, toen kwam die alsnog. Het was een moedje van Europa geworden. Een heel negatief sentiment. Maar het rare is, als je daar doorheen kijkt, die kier is iets hartstikke bijzonders wat we daar aan het doen zijn. De enige delta die ik ken, waar je een strategische zoetwaterreserve weer in verbinding gaat stellen met de zee. Dus er gebeurt iets bijzonders en toch wordt het neergezet als een politiek gedoe, moeten we ons niet aan branden. Dat was het gesternte waar we in 2015 mee begonnen. En in de 4 jaar dat we aan het Droomfondsproject hebben gewerkt, hebben we dat sentiment kunnen omdraaien in het gebied. Het is een heel succesvol project geweest, er is heel veel draagvlak ontstaan voor Delta Natuur, voor het gebied zelf. En de investeringen, de 13,5 miljoen die we van de Postcode Loterij hebben ontvangen, zijn inmiddels opgelopen tot 30 miljoen en gaan nog steeds door. Dat bereik je niet zomaar, zo'n project.
Er zijn een paar leerpunten of condities uit te trekken. En die wil ik graag met jullie delen. Een van de condities die heel belangrijk is, is geef je gebied identiteit. Ik heb het eigenlijk al gedaan met het eerste plaatje. Ik heb aangetoond dat het Haringvliet verbonden is met de Alpen. Toegangspoort tot een bijzondere mondingsplek is, een bijzondere plek is. Geef het gebied identiteit, we zijn daarop doorgegaan. Trekvissen gaan daar naar binnen en zwemmen als zalmen paaien in Zwitserland. Het is dus een internationaal knooppunt voor trekvissen en trekvogels. Dus geef jullie gebied, geef het gebied identiteit. De tweede conditie is, werk met een droom of een visie. Wij hadden een droom waar mensen op konden aanhaken. Het ging niet ook alleen maar over natuur, het ging ook over het beleven van de natuur. En het laten zien dat het goed was voor die omgeving. Het derde waar we dan heel erg hard aan hebben gewerkt is, laat los, bied mede-eigenaarschap een kans. Laat ook anderen scoren. En het mooie was in 2015 toen die aanvraag gehonoreerd was, een dag later waren er al YouTube-filmpjes van één man, een ondernemer in het gebied, die vanuit zijn bootje liet zien hoe mooi het gebied zou worden als we klaar waren. Hadden wij niet geregisseerd? Die man had zelf de handschoen opgepakt en was het gaan doen. Hij was mede-eigenaar geworden van het gebied. Nou, wat ook heel belangrijk is, en volgens mij zijn jullie daar hard mee bezig, maar is te kijken naar het gebied met die andere ogen, echt te gaan zien. En dan zie je je kwaliteit in het gebied. En daar zit iets wat mij opgevallen is in Nederland. Nederland zou een land, is eigenlijk een land van overgangen. Je kan binnen een hele korte aantal kilometers heel veel verschillende belevingen ondergaan. Maar over de jaren hebben we heel veel van die overgangen keihard gemaakt. Tussen stad en land, land en water, zoet en zout. En ik denk dat de uitdaging waar we voor staan is om die overgangen weer natuurlijk te maken. Vloeiend als je wil. En die overgangen, dat is juist zijn plekken met enorme rijkdom. Die moeten we gaan koesteren en verbeteren. Dus zie die kwaliteit die je hebt en gaat het verbeteren. En tenslotte, voeg kwaliteit toe. We hebben in het Haringvliet, iedere keer dat we een project deden, als we iets toevoegden in het gebied, echt aan kwaliteit toevoegen gewerkt. Niet zomaar iets gedaan, maar iets bijzonders neergezet. En als het goed is, heb je een aantal van die foto's gezien, waarbij we dus mensen, als ze naar een vogelhut gingen, we hebben een vogelhut gemaakt, dat heet Tij. En als je daarin staat, dan is het een soort natuurkathedraal. En het grappige is, het is een vogelhut waar continu mensen zijn. Mensen met kinderen, maakt niet uit wat, want heel veel mensen komen voor de natuur. Een aantal, heel veel mensen komen voor het gebouw zelf, voor de beleving. En dat maakt allemaal niet uit. Ze komen allemaal op die plek in die natuur. Dus dat waren de condities waar we hard aan hebben gewerkt. Hier zijn wat foto's van dat vogelobservatorium en de ingrepen die we hebben dan gedaan in het landschap. En echt kwaliteit hebben toegevoegd. Dit was 2015, starten we dit project. We hebben het in 4 jaar afgerond. Het is onlangs afgerond bij het opengaan van de kier in 2019. Maar ik weet nog dat in 2016, we waren nog maar net begonnen, en ik dacht, oh jee, wat nou als we niet, als we klaar zijn, als we in 2019 als organisaties het geld hebben besteed, hoe houden we het Haringvliet op de kaart? En ook hier zat het antwoord in verbinding. Want ik dacht, als we nou dat verhaal van monding echt groots kunnen maken, dan hebben we substantie, dan hebben we iets waar we de komende jaren, want natuur is van de lange termijn, niet van de korte termijn, van jaren op door kunnen. Haringvliet is de monding, dus ik heb contact gezocht met National Park de Biesbos. En voorafgaand aan het gesprek met de directeur van het Nationaal Park, ben ik het Biesbos Museum Eiland, dat is een museum, hè? In het Biesbos Museum Eiland ben ik dat binnengelopen. En het grappige was dat daar het eerste wat je zag een grote kaart was, en daar zag je al dat het Haringvliet verbonden was met de Biesbos. En dat gesprek heeft de opmaat geweest voor het programma, het traject NL Delta. NL Delta, moeten jullie voorstellen, daar zijn we hard mee bezig, is een gebied dat start in zee, dat loopt via het Haringvliet en de omliggende eilanden door het Hollands Diep. Biesbos pakt Dordrecht mee, Loevestein en Kinderdijk. Dat is een enorm gebied en dat is een monding, een substantiële monding.
dat gebied zijn we nu, samen met heel veel partijen, zijn we langs de lijnen van 6 ambities, zijn we verder aan het brengen, tot een ander niveau. En onze ambitie is om in 2021, jullie hebben net het nieuwe Nationaal Park, wij worden een nieuw Nationaal Park, nieuwe stijl in 2021. Dus het gebied ligt in de grenzen van 3 provincies en meer dan 30 gemeentes. Hele klus, maar ook hier weer, mensen voelen zich eigenaar van de identiteit van die monding, worden ze super trots op. Ze mogen meedoen, sterker nog, alleen maar dankzij hen gaat het een succes worden. En we hebben een strakke ambitie om dat in 2021 te realiseren. Dat brengt mij bij het eind van mijn betoog. Ik wil jullie meegeven dat als je investeert in de goede condities voor natuur, je maakt geen natuur, je maakt condities voor natuur, dan doet de natuur het werk. Ik nodig jullie uit om weer te gaan kijken naar jullie gebied en te investeren in verbindingen, overgangen en kwaliteit. Ik nodig jullie uit om te genieten van jullie gebied, te beseffen dat dat echt bijzonder is en dat jullie het mooier maken. Het is goed besteed geld, hè? Want iedereen kan ervan genieten. De natuur, maar ook de mensen van die investeringen. En als jullie ooit denken, wow, zijn wel forse investeringen, reken het maar eens om naar kilometers snelweg. Dan valt het allemaal heel erg mee, kan ik jullie beloven. Ik wil afsluiten met wees trots, ga zien, luisteren en verbinden. Ik dank jullie.